Dat komt in ieder geval goed. Binnenkort Mark 2 online. A few moments later. Catch up, Manus. Klap voor je kanus. Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe vlog. Ik ben Mark en vandaag is het de 29ste van augustus. Ik heb er super veel zin in. Dit is mijn outfit voor vandaag. Een hoodie met een zwarte broek en natuurlijk een rode pet. En ik begin de dag eventjes met een paar broodjes. Veel plezier met kijken vandaag. Oké, mensen, ik zit hier nu in mijn kamer achter mijn computer. Want ik ga eventjes, om gewoon eventjes op te starten en gewoon eventjes lekkere spelletjes spelen. Moet kunnen op deze zondag, toch? Wat ik nu aan het doen ben, is echt super vet. Ik probeer nu van Euro Truck Simulator 2 een mod te installeren. Waarin ik dus eigenlijk gewoon heel Nederland in één map heb. Dus dat het nog realistischer, nog groter is. En dat wil ik dus gaan opnemen voor op Mark 2. En hij is nu weer gedowngrade naar een oudere versie, mijn Euro Truck. Dus ik ga hem eventjes spelen, want ik heb nu een oudere versie aanstaan. Het is maar benieuwd, mensen, of die het doet. Oké. Oh, ik moet even een nieuw profiel aanmaken voor deze versie. Maar dat komt in ieder geval goed. Binnenkort op Mark 2 online. A few moments later. Het spel werkt niet wanneer ik terug wil naar een oudere versie. Dus dat betekent dat er ook geen Euro Truck Simulator 2 heel Nederland video online komt op Mark 2. Dat kunnen jullie nu wel vergeten. Misschien in de toekomst wanneer de goede versies uitkomen. Maar ik heb wel de mod nog steeds. Dus misschien als het ooit geüpdate gaat worden, doet het in één keer wel. In ieder geval, ik ga nu wel 3 opnames doen voor Mark 2. Oké, mensen, ik ben voor nu eventjes klaar hier in mijn studio. De stekker, die kan eruit. En die doe ik dan hier weer in dat haakje. Het licht gaat ook uit. En ik had nog wel een leuk video-ideetje. Dat was namelijk om te gaan reageren op een heel eng kanaal. Life of Luxury heet het. Dan moet ik gewoon even kijken of het copyright-free is. En anders dan ga ik dat misschien in de volgende video volgende woensdag doen. Dus dan wordt het dan een leuke video. Dus dan ga ik even kijken of het copyright-free is. En dan zien jullie dat de volgende week. Ik ga in ieder geval nu eten. Dit ga ik nu eten. En dan zie ik jullie zo. Oké, mensen. Zo doet Luna altijd als ze net gegeten heeft. Nou is ze rustig. Wow. Ja, nou ja, ons eten moet dus nog gemaakt worden. Jullie hebben de foto ondertussen al gezien. En als ze wat ruikt, dan moet ze altijd die kant op. Ketchup, Manus. Klap voor je kanus. Tijd voor een ijsje. En de achtergrond is een beetje raar inderdaad. Allemaal jassen daar en daar nog een cv-ketel. En dat is voor de kachel natuurlijk. In ieder geval, ik neem even lekker een cornetto. En dan ga ik zo meteen weer naar mijn studio. Ja. Oké, mensen, heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop jullie hebben genoten. Ik sluit ondertussen even mijn setup af. Doe zeker weten even een duimpje omhoog. Ik ga nu nog eventjes douchen en dan ga ik slapen. En eerst nog even bestanden overzetten natuurlijk. En dan kan deze weer aan de lader, deze camera. Want hij is nu nog, hij kan nog 20 minuten mee. Dus dat, daar red ik geen opname meer mee om te doen. Ik hoop jullie hebben genoten. Wil je meer zien, klik naast mij op het anders. En hier kan je abonneren. En dan zie ik je volgende week woensdag om 4 uur bij een nieuwe video. Doei mensen!